Yo mensen, tof dat jullie kijken naar eindelijk weer een nieuwe video op mijn kanaal Gamesfloor. En in deze video, zoals je ook aan de titel kunt zien, gaan wij een challenge doen in Call of Duty. En in het real life eigenlijk, wat de challenge is. Jullie zien al iets met wasknijpers zijn, staan, dat klopt. Ik heb hier een bakje met allemaal prachtige wasknijpers, roze en gele en witte. En wat wij gaan doen, wij gaan een TDM potje doen en met een M8. En wat de challenge inhoudt, waarschijnlijk is die al door heel veel mensen gedaan, dus misschien ken je hem al. Als ik doodga in een potje, in een TDM potje, moet ik 1 wasknijper op mijn gezicht doen. Wat natuurlijk fucking pijn doet. En ja, misschien gaan we 10 keer dood. Moeten we 10 wasknijpers op mijn gezicht doen, dat is al best wel veel. Of misschien gaan we al 20 keer dood. Moeten we 20 wasknijpers doen. Dus we gaan een potje zoeken. En we gaan gewoon, ja, ik hoop dat we niet zoveel wasknijpers op mijn gezicht hoeven te doen. Natuurlijk willen jullie dat allemaal zien, dat ik fucking veel pijn leid. En we gaan gewoon beginnen. Dus let's fucking go. Zo mensen, we zijn natuurlijk bij het TDM potje aangekomen. En deze keer stopt de map Outlaw. En ik heb deze map nog nooit gespeeld. Puur omdat ik heel lang geen Black Ops 3 meer heb gedaan. Maar ik weet wel dat dit de remastered map is. Ik ben al dood. Fucking eerste wasknijper. Dat dit de remastered map is van Stronghold. En dat vind ik super tof. Waar moet ik... Fuck it. Ik doe hem gewoon bij mijn oor, oké? Okay? Ah, wacht. Even wel goed. Oké. Ah, fuck. Wacht. Even andere oor, hoor. Niet meer killen. Het is kut. Ik kan dit niet zien. Oké. Hij zit. Oké, ik moet natuurlijk niet zo vaak doodgaan, want anders krijg ik natuurlijk een wasknijper erbij. En deze doet fucked up veel zeer. Hoe heb ik hem fucking neergehangen eigenlijk? Oké, zo, hij zit aan mijn oor, jongens. En we moeten gewoon niet doodgaan. Dat is de challenge, gewoon niet doodgaan. Dus teammates, kijk uit, zit hij naar boven? Hij zit boven. Teammate, oh nice, oké, je hebt hem. We spelen natuurlijk met de M8 en dat is gewoon een redelijk chill wapentje. Daarom heb ik hem ook gepakt, want hey... We moeten niet te vaak doodgaan, dus we moeten gewoon met chille wapens spelen. Dus oh shit. Wat? Dat waren 2 beursten, ouwe. Hoe de fuck kon deze man nog niet dood zijn? Waar de fuck is deze guy heen gelopen? Hallo? Oh my god, ik had een one burst. Holy shit, oké. Die wasknijper bij mijn oor. Begin nou wel echt fuck. Nee, auw. Ah. Hij doet wel echt fucking pijn. Ik zet hem iets hoger. Zo. Oké, deze doen we even op mijn neus, oké? Zo. Oké, die bij mijn oor, dat is echt niet. Dat is echt een kutplek. Waarom heb ik hem daar neergehangen? Oké. Nee, niet bij killen, jongens. Nog 1. Waar de fuck? Oké, deze doen we onderling, oké? Oké, dit is nu al kut om te praten voor mij. What the fuck? Dat klinkt zo fucking raar, hè? Dus als jullie me niet goed kunnen verstaan, dan zie ik tijdens het editen wel. Dan doe ik er gewoon een soort van ondertiteling onder. Want anders kunnen jullie niks van de video verstaan. Doe je weer dood. Maar de app. Oh my god. Kut, ik heb hem niet meer killen, ouwe. Niet meer killen. Oké. Ik wil eigenlijk niet gaan campen, maar. Ik vind de fucking veel enemies hier, ouwe. Oh, een tank teammate. Ik heb trouwens ook de Kinetic Armor aangezet. Voor als ik gehit word, druk ik gewoon die aan. En hopelijk overleef ik het dan langer. En waar de fuck zijn er enemies? Oh, daar. Oh, ee. Oh my god. Ik vind het zo spannend, hè. Want die mijn oor doet fucking veel zeer. Ik zeg het je echt, what the fuck. Ik wou daar echt niet dood. Oh my god. Teammate, je loopt er voorbij. Lul, je laat mij wel. Hey, Joefie. Hij liep er gewoon voorbij, hè. Hij wou mij gewoon... Oh kut. Nee. Wegrennen. Oh my god, hij moet nog rijden. Oh shit, hier komt hij naar binnen. Nee, overal, fuck. Ah, die bij mijn oor. Oh shit. Hij rijdt niet door. Oh my god. Nee, oh my god. Oké, roze. Oh shit, dat ding klikt uit elkaar. Deze een andere oor. Ah, oh, fucking hell, ik moet er echt... Ah, oh, dat doet typiseren, hè. Oké, hij zit echt op een rugrack. Zo, ik kan niet praten. Nee. Nee, oh my god. Nog een rosse. Oké, waar gaat deze? Ik moet even kijken in de OBS. Waar heb ik nog frag? Oké, hier.
Ah, oké. Oké. Ah! Ik kan mijn ogen niet over doen. Oké, nog een keer op mijn neus. Wat zit er? Oh, wacht, ik heb een idee. Oké, deze telt niet, ouwe. Ik was nog bezig. Oké, dit zit er zo. Ah, die waren oren. Don't try this at home. Oké, jullie kunnen wel echt geen kut verstaan van wat ik zeg. Al die wasknijpers ketsen tegen elkaar aan. Oké, dat klinkt zo raar, ouwe. Ik kan niet slikken, ouwe. Ik kan niet slikken. Alles spuugt in mijn mond. Oké. Ah, die mijn oren dan zeer. Wat is dat een geluid? Een stoomtrein. Holy shit. Holy fuck. Wild Western, hé. Wild Western. Wild Western. Oh, oh shit. Wat zijn er aan het kennen, jongen? Wat een canvas, ouwe. Wat een canvas. Oké, okay, we zijn over de helft van het fortje. Ik weet niet hoeveel wasknijpers ik op mijn kamers heb, maar het is volgens mij best wel wat. Zit ik over... Oh ja, ik heb dus 5, want ik... 1 dead telde niet mee. Oké, okay, shit. Oké, okay, oh fuck. Zit er allemaal te kennen, ouwe? Okay, oh shit, ik zag het daarin. Zo, ik ga er wel een beetje op, ouwe. Ik ga er wel een beetje op af. Wat hier een nice, jat al. Zit hier rechts, links. Doei! Oh, 3 man! Ik ga er niet heen. Joepietje, joepietje. Schiet alles eruit, schiet alles eruit. Oh, die bij een oor. Oh, die bij een oor. Ik zeg het je, jongen. Ik zeg het je. Oh my god. Nee, niet, ren dan niet voor, hè. Iemand, ze gebruiken ook ghost. Dus, ik moet... Oh! Nee, ik heb bijna mijn vrat. Laat je kop zien, laat je kop zien dan. Oh, ik heb bijna mijn vrat. Ik wil mijn vrat halen. Echt waar, ik wil mijn vrat halen. Friendly Guardian deployed. Oh, mijn... Ja, mijn vrat. Oké, okay, nice, nice, nice. Nu de heater. Als ik de heater heb, dan weet ik een beetje waar de enemies lopen. Nice, oké, okay, nice, nice. Oh, shit. Dus nu kunnen we minder snel doodgaan. Het pluspunt voor mij natuurlijk. Oké, okay, nice, nice. Oh, mijn lip, ouwe. Oh, damn. Okay, weet je op die mag letten? Hij schiet hem eruit, nee! Niet doen, jij lul! Anders weet ik niet meer waar jullie zitten. Ik zit echt fulltime op die raden te kijken, ouwe. Dude, waarom ken jij zo dik? Ik raak een vuurtje, ouwe. Waarom doe ik een muur? Nee, oké, okay, deze guy is also gay. Deze is echt... Oh, wat is hij aan het doen, ouwe? Kut, nee, de heter is weg. Nee, hij killde mij nog! Ah, fuck, oké, okay, een witte. Waar kan ik deze? Ja, onderweg wel, maar dat doet... Ik weet niet of... Oké, okay, fuck it. Ah! Ik kan mijn linker oog niet over... Oh, oh, ik kan het niet over doen. Wat de fuck is hier? Ik moet er 1 oog gaan schieten, ouwe. Waar was die... Oh, de traant. Oh, door de ruk. Oh, kukker. Oh, nog 1 kill, raak hem af. 1 kill, 2, schiet alsjeblie. Oh... T.H. Rocket kill. Fucking hell, ouwe. Dit is niet leuk. Oh. Nee, mijn killen. Ja, ik heb... Oh, oh, die... Oh. Oh, die deed T.H. Oké, okay, wacht. Dit is 1. Ah, 2. Ah, fuck, ouwe. Zo'n hele afdruk in mijn oor. Oké, okay, dat is 3, 4, 5... Oh, en 6. Oh, ik zweer, want kijk. Als je het goed kan zien. Zie je hier zeg maar zo'n soort. Ja, inknijp. Dus die gaat echt in je fucking. Hoe heet dat? In je lip of oor. Oh man, ik heb echt een traanoog hier links, jongen. 28 op 7. Holy shit, op zich 4KD, ouwe. Het was wel een intensief potje. Alleen ze gingen op een gegeven moment campen en er zaten nog maar 3 man in. Maar we hebben een hete gehaald en alles, dus ik ben echt fucking blij. Holy shit. Maar dit deed zeer... Toen ik op een gegeven moment bij mijn oor dacht, ik dacht, weet je, mijn oor, dat... Op zich voel je dat niet echt. Maar, hoe heet dat? Op een gegeven moment voelde ik dat zo fucking pijn. En ik deed het uiteindelijk ook weer zo stom van mij dat ik aan mijn andere oor het ook deed. Maar ik deed hem hier. Maar als ik mijn oog open deed, dan beweegt het ding. Dus dat kon ik... Ik kon hem niet open krijgen. Ik kon hem serieus niet open krijgen, dus ik moest hem met 1 kill... Met 1 oog hadden we nog een kill gemaakt. De final kill. Maar hopelijk vond je deze video leuk. De wasknijpers. Ja, die zijn. Ja, ik heb er 6 in mijn mond gehad. Of in mijn mond. Op mijn gezicht. Dit fucking zeer.
Maar jongens, wil je nou meer van dit soort challenges zien? Dat ik in games een challenge eraan verbind? Laat dan even in de reacties achter als je dit meer wil zien. En dit was knijpige doel. Was wel geinig op zich. Maar waarschijnlijk hebben heel veel YouTubers al een keer gelijk. Ik heb hem niet echt gezien. Maar hopelijk vond je deze video leuk. Vergeet niet zeker te belonen met een duimpje omhoog. Dat zou ik super tof vinden. En dan zeg ik tot bij de volgende video. Later mensen.